De DGR betekent voor mij dat ik iets terug kan doen voor de gemeenschap. Er zijn zoveel mensen met kanker en ja, ik ben geen dokter, dus daar kan ik niks aan doen. En door met de DGR mee te rijden, probeer ik mijn bijdrage een beetje te leveren door zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Van de DGR vind ik, je bent met een speciale motor, maak je een hele mooie rit met speciale mensen die ook allemaal op een speciale motor rijden. En het is elk jaar weer een feest op zich. Nu alweer voor de vierde keer vanuit Leeuwarden wordt het dit jaar. En het wordt weer een hele mooie dag met mooie mensen. From the beginning. Ik heb zelf ook meegemaakt dat een bekende van mij helaas er een einde aan heeft gemaakt. Was ook een jongeman, valt in de leeftijdscategorie en ja, dat komt toch wel redelijk hard aan als je het niet aan ziet komen.